Dat was een leuke opvoering. Dankjewel. Ja. Hebben jullie er lang over geoefend? Ja, een maandje. Het valt bij eigenlijk, een maandje. Eigenlijk best wel mee. Het was best wel een korte tijd. Ja? Ja. En wie heeft je dat geleerd? Kiara. Ja, nou, we zijn eigenlijk samen met de Soulkinderen zijn we gaan nadenken wat willen we dit jaar als toneelstuk neerzetten. Vorig jaar hebben we een popopera neergezet en dat was een heel fantasierijk verhaal. En dit jaar kwamen de kinderen inderdaad met we willen iets actueels. En we willen laten zien hoe wij door de coronaperiode zijn gekomen. We willen de eenzaamheid laten zien, wat het met ons heeft gedaan toen de scholen moesten sluiten. Dat we online les kregen, dat we niet meer naar de sportschool konden of met vrienden konden afspreken. Ja, dat deden kinderen heel veel. En toen we dat idee uiteindelijk hadden, toen kwamen ze van alle kanten met ideeën van oh ja, en dit was er ook en dit was er ook. En dat wilden we gewoon even mooi op het toneel zetten, hoe dat vanuit de kinderen werd ervaren. Maar uiteindelijk wel natuurlijk ook weer positief afsluiten met dat het eindelijk weer allemaal mag. En dat we weer kerst mogen vieren met z'n allen. Dus dat wilden we eigenlijk in een mooi toneelstuk naar buiten toe brengen. We begonnen met onze leerlingen om dit vanavond aan jullie te laten zien. Het is een compleet avondje uit, zeg maar. Eerst een lichtjestocht. Kinderen die zelf hebben aangemeld om daar als muzikant op te treden of met zang. Daarna hier een voorstelling. En nu moeten we dadelijk even gaan kijken hoe het met de verkoopopbrengsten gaat. Want er is ook nog een stukje kerstmarkt van spullen die ze zelf gemaakt hebben. Oh, dat is voor niks. We zijn wel goedkoop, vind ik. Deze 2 euro. En wat is dat hier ook?